Ik bevind me hier in goed gezelschap met twee Jannen. Jan Bon, Vlaams minister-president sinds 2019. En Jan Kallebout, ook wel meneer Sensidiam genoemd. En Joost mag weten dat dat staat voor Center for Systematic. En dan ben ik alweer kwijt. Systematic Diagnostics in Marketing. Een hele mond vol. U bent marketeer, marktonderzoeker, ondernemer, maar ook auteur van het boek Het DNA van Vlaanderen, wat Vlamingen echt willen, met Ivan de Vadder. Twee mensen die uitstekend geplaatst zijn, denk ik, om het te hebben over Vlaamse identiteit, Vlaamse natievorming. Meneer Jan Bon, ik ga met u beginnen. In het openingscollege van meneer De Vos, die hier ook aanwezig is, omschreef u uw eigen identiteit, los van het privépersoonlijke, aan de hand van een lasagne. Limburger van geboorte, Brasschatenaar geworden, Vlaming, Europeaan. En u voegde er zelfs met een kwinkslag aan toe dat u in de ruimte tegen een marsmannetje zou zeggen dat u van de aarde komt. Blijft u bij die culinaire metafoor? Ja, ik denk dat identiteit altijd een gelaagd gegeven is. Een beetje afhankelijk van de context waarin dat je je bevindt, hoe dat je je dan voorstelt. Dus ja, ik denk dat we daar nog bij kunnen blijven. Nu is het wel zo dat identiteit in de tijd wel kan evolueren. En dus die lasagne zal ook wel evolueren. Ja, en net als in relaties is soms het belangrijkste wat niet gezegd wordt. In die lasagne zaten geen Belgische ingrediënten. Ja, het ging over mijn identiteit en daar moet ik toch zeggen dat het gehalte België daar bijzonder, bijzonder klein, zo niet onbestaande in is. Meneer Kallebout, met welke culinaire metafoor of met welke metafoor zou u uw eigen identiteit omschrijven? Ik ben bijzonder gecharmeerd door de lasagne, maar ik denk dat er een laagje tussen zit, dat Belgische wel degelijk bestaat. U hebt in die inleiding ook iets vergeten. Ik heb ook een boek geschreven, het merk België. Dus ik heb samen met de heer Verschelden daar ook een onderzoek aan gedaan. Eigenlijk door puur en alleen de vraag te stellen wat dat nog betekent. En dan zie je dat dat geen actieve betekenis heeft, waar dat meneer Jan Bon in volgt, maar toch wel een zekere veiligheid betekent, een zekere comfortzone, vooral op sociale zekerheid enzovoort enzovoort. En dat is denk ik een stukje realiteit dat je ook in die cijfers terugvindt. Als je dat boek leest, dan is dat eigenlijk het verhaal dat ik mede dankzij meneer De Wever kunnen opbouwen heb. Hè. We zijn dat onderzoek begonnen ten tijde van het kartel in 2006. We hebben dat elke keer dan overgedragen naar elke verkiezingsperiode. Dus het geeft een longitudinaal onderzoek hoe dat de mensen zich voelen. De filosofie van dat boek is eigenlijk er eentje. Hoe wil je bestuurd worden? Wat is uw ideaal? Niet wat hebben die partijen te bieden, maar wat is uw ideaal? En dan zie je dat dat inderdaad over een gelaagdheid gaat, dat niet iedereen hetzelfde heeft, maar dat er daar toch wel duidelijk een verlangen is naar een Vlaamse identiteit. Hè? Mijn identiteit beleven, 70%, 72%, 73%. En dat is een constante, sinds al die onderzoeken. Ja, maar er zit daar ook een andere laagje in en daar moet je ook realistisch rekenen. Ik wil daar even op inpikken. U kiest voor de titel Het DNA van Vlaanderen. Is dat een trucje om het niet de Vlaamse identiteit? Nee. Dat is omdat dat één, een onderzoek is dat alleen in Vlaanderen gelopen heeft. Twee, dat dat elke keer gebeurd is vanaf scratch, daarmee andere woorden, dat vertrok vanuit de vraag van hoe wil je eigenlijk bestuurd worden, jij Vlaming? Mm-hmm. En dan zie je dat je daar ideaalgroepen kunt invormen. En dat je dan kunt gaan kijken, wat is de afstand tussen het aanbod van de politiekers naar dat ideaal. In het boek omschrijft u de samenleving, of u verdeelt de samenleving in zestal groepen. Kent u ze nog allemaal? Ik ken die zeer goed, ja, natuurlijk. U spreekt daar over de gedreven bouwers, de ondernemende succeszoekers, de rechtlijnige houvastzoekers, de optimistische wereldverbeteraars, warme buurtwerkers en familiale geborgenheidszoekers. Plaatst u uzelf in een van die zes? Wel, ik hoop altijd dat ik aan de constructieve, actieve kant ga en dat ik me niet verschuil in statische reflectie. Dus ik verwacht ook van mijn overheid, als ik naar mijn ideaal zie, dat daar een zekere, efficiënte vooruitgang in geboekt wordt. En dan hou ik mijn hart vast hoe dat er met corona is omgesprongen. En ik denk dat er vandaag, sinds gisteren, een nieuwe kans komt voor die Vlaamse regering ook, om eigenlijk te tonen dat die efficiëntie aan de dag kan leggen. We hebben altijd gezien dat er in al die studies er een betere score kwam voor de Vlaamse regering dan voor de Belgische. En dat daar een grotere efficiëntie van uitging. Ik geloof dat daar een vraagteken achter gezet is tijdens corona. Maar dat je vandaag
de kans krijgt om te tonen dat je dus na een ernstige crisis eigenlijk efficiënter kunt opstammen, dat je dat inderdaad kunt waarmaken wat we zelf doen, dat we dat beter doen. Want dat, daar is men gaan aan twijfelen. Mm-hmm. Dan zit ik natuurlijk direct bij u, meneer Jan Bon. Ik wil daar een beetje op inpikken, ook wel aan de hand van uw boek. U zegt dat in 2014 20% van de ondervraagden zich vindt in de stelling het woord Vlaming heeft voor mij wat een negatieve bijklank. In 2019 stijgt dat zelfs een beetje. Dat moet u als Vlaming toch pijn doen. De vraag is, kan je dat counteren of hoe moet je dat dan counteren? Ja, laat me eerst zeggen, identiteitbeleving, dat is, zou een positief verhaal moeten zijn en geen politiek verhaal. Bijvoorbeeld in Schotland, als je daar zegt, ik ben Schot, I'm Scottish, dan wil dat niet direct zeggen, ik ben tegen Groot-Brittannië, ik ben tegen de UK, dat is, ik ben Schot, dat is mijn identiteit. Als je zegt, ik ben voor Schotse onafhankelijkheid, dan geef je een politieke boodschap. Maar ik ben Schot, dat is gewoon beleven bij ons. Ik ben Vlaming, dat zit direct in een politieke context en dan nog met een hele hoop vooroordelen, meestal negatieve vooroordelen, daarmee gepaard gaan. Dus die identiteitbeleving, ik ben Vlaming, dat is natuurlijk niet alleen voor Vlaamse nationalisten, dat zou voor alle Vlamingen moeten zijn. Trouwens, ik denk dat heel veel Vlamingen ook de term Belg en Vlaming door elkaar gebruiken en soms Belg zeggen als ze eigenlijk Vlaming bedoelen, een beetje afhankelijk van de context. Dus we zouden daar een positief verhaal van moeten maken en mensen terug, de Vlaming zou terug moeten weten van waar hij afkomstig is. Het verhaal kennen van Vlaams, zodanig dat die meer zelfbewust zijn aan de dag legt en dus ook positiever naar die identiteit gaat kijken, want ik denk dat dat ook noodzakelijk is voor onze Vlaamse democratie, onze Vlaamse natievorming. Hoe zou je als marketeer ervoor kunnen, of welke tips zou je hebben om te zeggen van die negatieve bijklank, ja. We gaan die... Ik ben het volledig eens dat je moet zorgen dat dat een positieve communalis wordt, een gezamenlijke beleving van wat je betekent. Je weet dat ik in media nogal wat klanten heb, of gehad heb vooral. Dat we daar ook gezocht hebben naar een juiste formulering. Op een bepaald ogenblik zijn we dan gevallen op de formulering voor iedereen die in Vlaanderen woont. En ik denk dat dat een soort van tussenstap is om daar naartoe te werken. Dat je eigenlijk een communalis vindt, een vocabularium is belangrijk. He, nomen is omen. Op een bepaald ogenblik moet je de woorden gebruiken waar dat je inderdaad iedereen kunt mee activeren. En ja, ik denk dat wij vooral moeite moeten doen om te tonen dat we efficiënter zijn. Twee, dat wij een idee hebben van hoe dat we willen met elkaar samenleven en dat we er eigenlijk nergens belang bij hebben om dat conflictueuze aan te moedigen. Je hebt ook gezien in het boek, er zijn wel 50% mensen die zeggen, oké, laat ons alleen gaan, maar er zijn er ook 25% die neutraal staan daarin. Eigenlijk voor mij gaat uw discours altijd over de neutrale, die dat daar vijandig tegenover staan. Oké, blijf daar af, maar richt uw discours op zij die daar neutraal tegenover staan. Probeer in elk geval voor hen te zorgen dat dit een constructieve gemeenschap is die vooruitkijkt, die de dingen beter doet, efficiënter doet. Hè? We zijn met z'n allen beter gevaccineerd. Maar dan zitten we eigenlijk al bij de regeerakkoorden, als ik dat bruggetje eventjes mag maken. Je zit vooral op bij de filosofie van hoe dat je met de maatschappij omgaat. Hè? Ja. Als we het hebben over regeerakkoorden, in 2009 kwam het woord identiteit 4 maal voor, waarvan de vierde een herhaling van de derde was. In 2014 schuift dat al een beetje op, maar in 2019 maakt u het toch forser in het regeerakkoord. Kan u even plaatsen van waar die shift van meer in te zetten op die Vlaamse identiteit toch geschreven in het regeerakkoord? Ja, omdat wij, ten eerste, we vinden het belangrijk dat de regering, de Vlaamse regering, ook die Vlaamse identiteit uitdraagt. Ten tweede denk ik dat wij, dat de mensen op zoek zijn naar houvast. We hebben die globalisering, de ontkerkelijking, nog de periode daarvoor. Heel veel vervreemding van de mensen en die verwachten van de overheid daar een verhaal op. En een derde denk ik dat het noodzakelijk is die Vlaamse identiteit gestalte te geven.
om onze Vlaamse democratie, onze Vlaamse natie te schagen. Dus om die redenen willen wij met deze Vlaamse regering inzetten op die Vlaamse natie. Voor als ik even naar Jan mag komen, het klopt dat tijdens de coronacrisis, zeker het eerste gedeelte, dat wij als Vlaamse regering, dat er veel verwacht werd van de Vlaamse regering, maar we eigenlijk niet bevoegd waren voor crisismanagement. En dus op het moment dat we op toneel zijn gekomen, bijvoorbeeld in de vaccinatie, en we bedoel ik echt heel de Vlaamse natie mee, want je kan als regering wel iedereen uitnodigen, maar als de mensen niet responderen, hebben ze nog niks bereikt. Maar ik denk vandaag, als je ziet wat we rond die vaccinatie doen, ook het herstelplan dat we neergelegd hebben, dit zijn de momenten waar we als Vlaamse regering, denk ik, terug het heft in handen kunnen nemen. En u hebt gelijk, die crisisperiode, ik heb dat al vaak de laatste tijd gezegd, was een heel moeilijke periode waarin de bevoegdheden federaal lagen, waar wij met de deelstaatregeringen mee aan die tafel gingen zitten. Ik denk dat het ook onverantwoord zou zijn geweest om daar niet te gaan zitten. Maar waar je hoe dan ook een rol in de tweede lijn speelt. En dat was voor mij niet in het minst een zeer moeilijke periode. Maar daarom dat het nu zo'n kritische periode wordt. Ja. We starten op. Eigenlijk, alleen met enige vorm van overdrijving kun je zeggen, we hebben een soort van wereldoorlog meegemaakt. En nu moeten we goed opletten dat we aan de kant van de winnaars staan. Namelijk zij die bereid zijn om verandering door te voeren. Om andere afspraken te maken en niet te veel aan het zoeken zijn waar dat de oude fabrieken stonden en waar dat de oude gewoonten lagen. En die kans mag je niet laten liggen. Wij waren als Vlaming beter voorbereid. Vaccinet was Vlaams, enzovoort, enzovoort. En heel wat... Coronapas is Vlaams. Ja, maar alle instrumenten waren Vlaams, maar we hebben ze niet geclaimd. Hè? En dus op een bepaalde manier moet je vandaag wel claimen dat je bereid bent om te re-engineeren, om het met een goed Vlaams woord te zeggen. Als we het over claimen hebben, moet ik het ook hebben over de Vlaamse kanon die opgestart wordt. In Nederland heeft men dat ook gedaan, een beetje laconiek op gereageerd in het begin, maar daarna toch een succes. Hier in Vlaanderen heb ik de indruk dat daar nogal vervelend op wordt gereageerd. Hoe zorgt u ervoor dat die kanon toch iets wordt dat niet alleen maar als politiek instrument wordt gepercipieerd. Ja, ik herinner me inderdaad, op het moment dat we dat in het Vlaams regeerakkoord inschreven, dat er ineens een heel maatschappelijk debat, vooral negatief gevoed, op gereageerd werd, heel eigenaardig. Bijvoorbeeld in Nederland, de eerste bezoek dat ik als minister-president aflegde, was traditioneel en altijd heel plezant, naar Mark Rutte. En die vertelde mij toen, in 2014 heeft Nederland de kanon ingevoerd, hij was daar in het begin ook zeer terughoudend tegenover. En hij zegt, Nederland is aan de tweede versie toe van de kanon. En hij zegt, ik ben nu grote supporter, grote drager van heel dat kanonverhaal. Hoe hebben wij dat nu aangepakt? Het is vooral Ben Weitz die dat aangepakt. Dus wij hebben een commissie gemaakt van professoren van alle universiteiten. Zeker niet allemaal Vlaams nationalisten. Ik denk dat je moet gaan zoeken naar een Vlaams nationalist daartussen. Die dus als opdracht hebben gekregen, een tweejarige opdracht. Eind 2022 moeten die met het resultaat komen om inderdaad op Nederlandse leest die Vlaamse kanon ook te maken. En die kanon is geen N-VA-verhaal. Dat is een verhaal van Vlaanderen. En dat moet ook zo neergezet worden, denk ik. En dat zal op het moment dat die kanon verschijnt wel weer wat maatschappelijk debat teweeg brengen. Maar maatschappelijk debat is goed. Hè. Ja, vindt u dat een goed instrument? Op zich is dat interessant. Maar ik wil even ook inpikken, en dat is ook belangrijk, over die aanwezigheid van dat woord identiteit in 2009 en nu. De inhoud is daarvan verschoven. In 2009 ging de identiteit vooral over het bewaren van de, laat ons zeggen, de outsiders die in de gemeenschap kwamen en hoe dat zij eigenlijk hun eigen identiteit min of meer konden bewaren en tegelijkertijd integreren. Nu zitten we met een andere soort van definitie. Ik denk dat beide belangrijk zijn en dat we daar een soort van balans moeten kunnen in vinden, zodanig dat we kunnen zeggen, er is een bloeiende Vlaamse samenleving die voldoende zelfzeker is om de anderen mee te verwelkomen. Om af te sluiten, want u hebt nog belangrijke plannen vandaag. Ja, dat is waar. Wanneer vindt u op het einde van uw legislatuur uzelf geslaagd als het gaat over het onderwerp Vlaamse identiteit? Ja, wanneer de Vlaming op een complexloze manier naar dat Vlaams zijn aankijkt en daar niet direct een politieke connotatie aan geeft. Ik denk dat van uiterst belang is. En daarom was ik ook zo blij met de resultaten uit het studie van DNA van Vlaanderen, waar inderdaad 74% van de Vlamingen zeggen, wij zien een meerwaarde in die Vlaamse identiteit. En dat 60% zegt, wij zijn fier om Vlaming te zijn en 47% maar om Belg. Dus we vertrekken van goed, maar
Het moet nog een push bij krijgen. Oké, goed. Dan wil ik de twee Jannen bedanken voor hun bijdrage. Op naar de volgende. Graag gedaan.